De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking, Albert Ramdien, heeft zijn directeuren niet ontslagen. Dat zegt hij tegenover onze nieuwsdienst. Met deze mededeling ontkracht de minister de beweringen op social media, als zou hij gelijk na zijn aantreden zijn directeuren thuis hebben gezet. Ramdien beklemtoont dat elke medewerker van het ministerie met het hart voor Suriname zijn of haar bijdrage mag leveren. In dit geval kan ik in ieder geval mededelen dat dat absoluut niet waar is. Ik heb beide directeuren die op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn reeds ontmoet en hun commitment gekregen dat ze hun bijdrage willen leveren. Daar is dus geen probleem mee. En dat verwacht ik ook van functionarissen. Ik heb het gezegd bij mijn aantreden hier dat ik ervan uitga dat de functionarissen die op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken alleen maar één belang zien en dat is het Surinaams belang. Mm-hmm. Ik heb die attitude tentoongesteld op elke missie waar ik gewerkt heb voor Suriname, maar ook voor anderen, dat het belang van Suriname centraal staat. Er is geen ruimte voor partijpolitiek, dat wil ik niet. Er is geen ruimte voor laksheid, want we willen allemaal hard werken en ik verwacht dat iedereen zich daaraan houdt. En men moet loyaliteit hebben. Er is één leiding en men moet kunnen conformeren met de leiding. Als dat niet mogelijk is, wat soms het geval kan zijn, dan zijn er methodes om daar iets aan te doen. De komende periode zal het ministerie van BUSA, Internationale Handel en Samenwerkingen, zich vooral richten op de aanpak van de COVID-19-pandemie, het ondersteunen van het ministerie van Financiën in het aanboren van internationale fondsen en de aanpak van armoedebestrijding, zegt Ramdien verder. Mensen hebben het veel moeilijker, mede door COVID, niet alleen door COVID, maar mede door COVID-19. En wij moeten zien hoe we daar met het buitenland zoveel mogelijk middelen kunnen mobiliseren om die impact die COVID heeft gehad op het leven van mensen te verzachten. Dus dat zijn de prioriteiten voor mij voor de eerstkomende periode. Daarnaast is het natuurlijk altijd van belang dat we gewoon voortgaan met het diplomatieke werk. En terwijl we dat doen ook het imago van Suriname meehelpen verbeteren. Dat is een andere prioriteit. Het buitenland zal weinig geloof hebben in een land als men bepaalde percepties heeft over het land. Mm. En we gaan proberen dat te corrigeren, zo snel als mogelijk. En ik besef me als diplomaat die toch een beetje hier en daar is geweest, dat het tijd neemt voordat mensen hun geesten veranderen of beïnvloed worden, dat we ze kunnen informeren dat er een andere geest is, een andere tijd komt in Suriname, een andere visie is en dat het vertrouwen moet wekken naar hun toe en naar de toekomst toe. Maar het is belangrijk dat het gebeurt, anders gaan wij geïsoleerd blijven. Mm. En dat is iets dat niet goed is voor het land. En natuurlijk het belangrijkste op middellange termijn is het aantrekken van buitenlandse investeerders. Een economie kunnen we niet alleen bouwen met het lenen van geld en die de capaciteit ontwikkelen om terug te kunnen betalen. Wij moeten onze verdiencapaciteit als economie, als samenleving vergroten. Dat kan alleen maar als we binnenlandse en buitenlandse investeringen omzetten in werkgelegenheid, in productie, in export en daarmee deviezen genereren. Pas dan kunnen we praten over een duurzame, stabiele economie. En ik hoop dat vanuit mijn functie hier als minister van Buitenlandse Zaken in het politieke traject. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Albert Ramdien, tegenover onze nieuwsdienst. Hij hekelt het feit dat social media de laatste tijd wordt gebruikt om een stukje negativisme te ventileren en personen aan te vallen zonder dat de personen de gelegenheid hebben om onmiddellijk antwoord te geven. Ramdien noemt dit bijna crimineel gedrag. Aldus de nieuwe BUSA-minister Albert Ramdien, die benadrukt dat hij zijn directeuren niet heeft ontslagen.